jouw helm echt wel bedoeld, want die het dan nodig hadden. En dan ben ik nog maar figurant, hè. Ja, ik kan doorpraten. Als ik helemaal aan het lullen ben, hou ik ook weer niet meer op. In het begin, kort na mijn pensioen, wat een stukje medisch werd ingegeven, ook wel 65. Maar aanvankelijk had ik niet direct gedacht dat ik per se dan, want dat was voor mij geen heilig getal. Maar toen het toch allemaal zo liep, ja, toen moest ik in het begin toch wel even flink wennen. Roeping, met alle respect, een heel goed bedoelde term, maar ik heb soms wel eens de neiging te denken, er wordt zoveel ondergeschoven en alsof het een soort hocus pocus gebeuren bijna is in het leven van iemand. En daar ga ik toch niet in mee. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk aan mijn harem, ja, dat heb ik ook gehad. Mochten mensen dat nog niet weten, dan doe ik nu een bekentenis. En het initiatief en de invulling lag dan wel bij anderen, maar ik mocht meedoen. Nou, ik genoot met volle teugen. En ik mag het afsluiten nu met een zegenwens, maar ik verklap u één klein dingetje waar ik vanmorgen ook tegen opliep. We hebben natuurlijk allemaal de gildehoed, de sjerp, het bijpassende kostuum, u weet het, hè, met overhemd en vrijgezellenstrikje, noem ik het. Ik heb het aan, met recht. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik zal het bisdom daarvan verwittigen. Ze zullen het niet begrepen hebben. Maar als je gildebroeder wordt, heb je iemand nodig die dat strikje op kan doen. Ik heb het verschillende collega gildebroeders gevraagd. En allen was het antwoord een enkeling, ikzelf, maar de meeste, mevrouw natuurlijk, bestoren. Dus u voelt wat ik ga aanvragen. Dank u wel. En toch tegelijkertijd zeg ik, ouder worden, loslaten van wat je van harte eigenlijk en bijna vanzelfsprekend deed, dat is toch een kriem, dat kost kruim. Dat is geen sinecure. En in het begin, maar nu kan ik ermee terugkijkend mee glimlachen, maar in het begin had ik er best heel veel moeite mee. Roeping, met alle respect, een heel goed bedoelde term, maar ik heb soms wel eens de neiging te denken, er wordt zoveel ondergeschoven en alsof het een soort hocus pocus gebeuren bijna is in het leven van iemand. En daar ga ik toch niet in mee. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik ben toch geneigd te denken dat heel vaak in het leven er dingen op het spoor komen door allerlei omstandigheden, heel veel nevenredenen die iemand dan in een bepaalde richting zetten. En dat kan al heel simpel met iemand, met alle respect, het vak van papa, omdat je er altijd om zich heen ziet, heeft er ook een bepaalde interesse, ambitie in en gaat ook die weg op. Maar rond kerkenwerk, pastoraat, pastor worden, pastor zijn, is daar ook zo'n stuk menselijkheid. Ik had toch een beetje belangstelling en meer dan dat voor wat de parochiepastor deed en dan meer de kapelaan dan de pastoor. Want de pastoor vond ik dan toch weer een te grote autoriteit. En dan zei ik vriendelijk goeiedag, maar ik hield afstand. Maar die kapelaan stond veel dichterbij en dat sprak me wel aan. En dan kom ik toch een heel serieus iets, wil ik toch een keer kwijt. Ik zou het nu durven samenvatten op deze manier heel sterk, en nogmaals heel bescheiden bedoeld, had ik ook als jonge manneke, hoe noem je dat, opgroeiende jongen, al een extra aandacht, dat was er echt, om mensen uit te tillen, ik kon het misschien toen zo niet verwoorden, uit de beslommeringen van het leven, mag ik het zo noemen, uit de zorgen, had ik dan als snotneus al met zorgen en verdriet te maken? Ja, een stukje wel. Ik wil niet dramatiseren, maar ik wil gewoon eerlijk zeggen hoe het was in mijn privéleventje. En dat is dat we thuis ook ziekte kenden, spanningen, al of niet scheiding van de ouders. Hele lieve mensen hebben hun best gedaan, maar om nou te zeggen het was een sprookje thuis, dat is absoluut niet waar.
Mijn ouders hebben nooit, want het was eerder toen ik thuis kwam met de opmerking, ik ben eens gaan praten, had ik het snap dus op de eentje, met de rector van een opleidingsinstituut. Dat was toen de Mill Hill Fathers, die hadden een studiehuis in Tilburg, waar ik ook geboren ben. En toen zei mijn vader, maar jongen, wat moeten wij bij die zwartrokken doen? Nou, dat was een duidelijke taal, dacht ik, hè. En moeder zei, toch ook heel reëel, och, ik heb altijd wel iets gevoeld, maar doe eerst maar goed de school afmaken. En als je het dan nog wilt, kun je nog altijd die weg op gaan. Ik heb heel sterke affiniteit altijd gehad, eigenlijk nog wel een beetje, met de medische wereld. En ik heb ook, er komen misschien nog op, een tijd als verpleegkundige tussen haakjes. Ziekenhuizen, pastoraat, dat is niet toevallig hoor. En de derde is, cabaret, dat woord kon ik toen nog niet schrijven, maar iets in de sfeer van mensen happy maken. Een zaal die ik kreeg, hoe bescheiden bedoeld ook hoor, want hier zit de grootste amateur voor je. Maar als ik mensen dan kon ja, zeggen dat blij maken, zo, dan had ik me een dag gehad. En daar zag ik ook wel iets in. Laat staan of ik het zou kunnen hoor, maar goed. Maar dat ik dan eens een enkele keer me heb vergaloppeerd aan Ton praten en zo, heeft zeker daar zijn wortels. Ik heb het peert al gezien en ik hoop echt dat ik erbij kan zijn. De geestelijke commissie, de heer Van Spreeuwen. Omdat we alle hulp kunnen gebruiken, ook die van boven, maar vooral omdat het bestuur van de ene helft bestaat uit protestanten en de andere helft uit katholieke leden, hebben we pastoor Van Spreeuwen gevraagd om als een soort bemiddelaar hierin op te treden, mocht het problemen geven. Ja, bij ons is dat dus twee geloven op een kussen en pastoor Van Spreeuwen ligt ertussen. Ja. Frans, hartelijk welkom. Hey, dat doet het niet. Hè. Die noemt het niet bij de voornaam. Wij katholieken zeggen meneer pastoor. Ja, maar bij jullie kunnen het ook wel gruwelijk stijf allemaal. Hoor. Ik kan wel niet zeggen. De lange verschillen kennen wij niet. Toen ben ik dus bij mijn heel weggegaan. In goed overleg hoor. Goede harmonie. En toen zei ik, ik wil wel eens een tussenjaar nemen. En toen, denk ik, terugblikkend nu, zoveel jaren verder in het leven, dat ik toen eigenlijk pas de echte keuze heb gemaakt, want toen ging ik werken, nu ondenkbaar, als verpleegkundige in het ziekenhuis in Alkmaar. En ik kwam toen uit Roosendaal, dat was het Filosoficum. En toen zei de toenmalige rector van het Filosoficum, Frans, wat jij wilt in een ziekenhuis, je hebt helemaal geen vooropleiding, je hebt medisch verpleegkundig eigenlijk niets, je hebt wel daar een belangstelling voor en zo, dat hebben we wel gevoeld, maar probeer het. Ik zal je ondersteunen als ze meer informatie vragen, maar ik weet niet of dat zal lukken. Toen ben ik aan het schrijven gegaan, op mijn manier, misschien brieven, ik hoop dat ze verscheurd zijn, maar het Nederlands zal misschien geklopt hebben met DT, maar Alkmaar reageerde en liet mij op gesprek komen. En ik met knikkende knieën en buikpijn, want dan ben ik toch van binnen veel zenuwachtiger als ik van buiten ooit laat vermoeden, kwam ik in Alkmaar aan en, ja, om een lang verhaal kort te maken, een test, een keuring, een gesprek, nog een gesprek, een directrice, ik werd aangenomen als hulpverpleegkundige en nou kunnen we samen misschien erom lachen, in die tijd op de afdeling chirurgie heren. Daar komt blijkbaar geen kwaad. Dames, dat was gevaarlijk. En zo ben ik begonnen. En toen heb ik een jaar in het Elisabeth ziekenhuis, heette het toevallig ook, in Alkmaar gewerkt. Had een kamer in de stad. Was voor mij ook een grote verandering. Want ik zat niet meer in een kostschool, hoe zeg je dat, seminarie. Ik zat op een eentje hè, en zo. En als ik eens een keer vrij was, pakte ik de trein naar Amsterdam. Want daar moest het gebeuren. En daar wilde ik ook bij zijn. En, nee, maar toen heb ik heel serieus een heel fijn jaar gehad. En toen heb ik na dat jaar toch gezegd, beste mensen in Alkmaar ziekenhuis, dit jaar beëindig ik nu, dat was ook de afspraak, hè. 1 jaar en dan zou men verder overleggen.
En toen zei ik, nee, ik sluit het af, want ik ga theologie doen. Dus ik heb wat plaatsen gehad. Rote Meersen bij Maastricht. En toen kreeg ik een stage als student in de psychiatrische kliniek in Wenen. En toen heb ik in dat gebeuren een klein jaar in Wenen gezeten. En dan hebben we natuurlijk Duits moeten praten, Oostenrijks-Duits. En daarna theologie in Engeland. En toen kwam ik 4 jaar in Engeland terecht, in Durham, Noord-Engeland. In de redelijk, in de buurt van Newcastle. En ik heb nu nog, er staan nog kaarten van kerst hier op de, nog kaarten erbij zitten en nog altijd contact met enkele oud-medestudenten uit mijn Engeland-tijd. Nu nog. En die zijn ook wel eens hier geweest, toen ik dan nog op de pastorie woonde, aan de Brink. En ik zeg er ook even bij als het mag, die contacten, ja, er is ook één oud-medestudent, die is ook pastor en nog actief, die is heel sterk en gezond met zijn 75 en die werkt nog in een paar parochies, ook in Midden-Engeland. Maar ik ken er ook een paar, die zijn ook gestopt met de theologiestudie. En één is gepensioneerd industriefotograaf. En dan ben ik peetoom van een van de kinderen. Ik wil daar alleen maar mee illustreren hoe de relaties liggen. De Europa-instituut, dat werd later opgeheven. Gewoon, er was wel een, dat sprak me heel erg aan hoor, een uitwisseling van studenten met de bedoeling later pastors, internationaal, op West-Europese schaal, ruwweg. Maar dat waren geen kandidaten meer, het klinkt een beetje raar, maar dat hield toen al op. Dus ik heb al lang geleden van dichtbij gezien dat de getallen minimaliseren. Dus ik kom niets nieuws tegen. En toen kwam ik bij Monsieur Bluissen terecht. Dan zei Bluissen toen al tegen mij, wij willen jou natuurlijk ook beter leren kennen. En jij ook het bisdom natuurlijk, als eventueel toekomstige pastor. En hij zegt, maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen, dat je hoogstwaarschijnlijk, als het allemaal goed mag verlopen, hè, toch in het ziekenhuispastoraat zeker een periode terecht zult komen. Want mijn scriptie en mijn interesse, dat lag duidelijk in die richting. Dan komt toch weer dat ziekenhuisverhaal terug, als het ware. En medische ethiek en zo, grote woorden, maar ik heb op mijn manier er toch een beetje in verdiept. En toen ben ik eerst gewijd na een stage in Eindhoven, daarom ken ik Eindhoven ook redelijk goed, en toen was dat in de Peterskerk aan de Kloosterdreef. Die is er nog, een grote kerk, historisch monument, en daar ben ik toen gewijd maart 1975, door Bluissen. En kort daarna, binnen 2 jaar, werd ik benoemd tot ziekenhuispastor, in overleg natuurlijk, van het toenmalige Maria ziekenhuis in Tilburg, nu Twee Steden ziekenhuis. En daar ben ik, ja, dat was voor mij echt, ja, daar wortelde ik als het ware. Ben ik ook heel, ook, het woord ook wil ik met hoofdletters schrijven, maar ook heel graag geweest. Ja, die ken ik natuurlijk. Daar gaat hij. Je zou dus niet van de partij zijn, hè. Hartstikke mooi. Dag meneer Pastoor. Alles goed? Buitengewoon, Harry. Geen klagen. Goede vooruitzichten. Binnenkort kan ik voor het geregeld mee naar het voetballen. Maar Harry, wat staan er eigenlijk daarboven allemaal te doen? Niks bijzonders. Ik bekijk het eens van bovenaf. Oh, jawel, Harry. Dat doet mijn baas ook altijd. Van bovenaf alles bekijken. Succes met alles waarmee je bezig bent. Dankjewel, meneer Pastoor. Ik hoop dat we elkaar bij de uitreiking weer zien. Ik zeg het wel eens ooit, maar ik weet dat ik dan de werkelijkheid tekort doe. Maar ik durf te zeggen nu ook op dit moment, dat was pastoraat is een puurste vorm. Dan kun je je als pastor niet verschuilen achter liturgisch functioneren. Als ik het zo klinkt negatief, maar ik bedoel het toch niet zo. Je bent geen liturg primair. Je bent pastor primair. En daarnaast zijn er liturgische momenten. Maar niet in vergelijking tot de parochie, waar ik gelukkig ook met heel veel geluk heb mogen werken. Want dan is het liturgie bijna prioriteit. Toen kwam ik dus eerst heel even in de parochie Woensel Zuid, het oude Woensel van Eindhoven.
de Peters, ik noemde het al, hè, waar ik ook gewijd ben. En toen kwam dus het ziekenhuis Tilburg, wat ik ook genoemd heb al. Hè. En toen kwam, toen voelde ik na een 9 jaar ongeveer, zoiets, zo ongeveer. Ja, ik was nog heel jong natuurlijk nog. Ik deed het heel graag en toch voelde ik dat er signalen kwamen. Ja, het leven, de dood hoort zeker ook bij het leven. Al zeg ik dat nu heel makkelijk, maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Daar kan iedereen over meepraten. Maar alleen met de dood in de hand lopen is natuurlijk weer het andere uiterste. Ik chargeer nu een beetje, ik overtrek het, maar ik wil het eerlijk duidelijk weergeven. En toen voelde ik toch signalen, ik moet een keer wat afstand nemen van dat ziekenhuis gebeuren. En toen werd ik gevraagd, dan moet ik lachen Theo, want daar had ik nooit kunnen denken. Toen kwam ik als aalmoezenier bij de luchtmacht terecht. Dus ik vloog al heel hoog, al heel jong en heel snel. Maar ik kwam heel vlug ook weer met beide voeten op de grond terecht. Ja, heerlijk. Maar ik werd aangeschreven en benaderd. Ja, ik hoop dat ik het toch zo reëel mogelijk overbreng, want stel er niet te veel voor hoor. Maar via, 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 de wereld is soms klein, had men gehoord dat die Frans van Spreeuwel het ziekenhuispastoraat ging afbouwen, om het plechtig te zeggen, en dat hij ook wat Engelandjaren achter de rug had. En daar was men in geïnteresseerd, want het Amerikaanse onderdeel in Soesterberg had ook assistentie nodig op aalmoezeniersniveau. En dat werd later in de praktijk toch veel minder en och, het stelde niet zoveel voor. Maar dat was de aanleiding om mij een brief te sturen, een telefoontje te plegen. En toen zei ik eerlijk tegen die persoon die mij toen benaderde, als er een werkterrein in het leven is waar ik nooit bijna aan gedacht heb, is het defensie. En, of ja, militaire apparaat. Ik ben helemaal geen militair. Maar toen heb ik toch de 3 maanden officiersverkorte opleiding gedaan, schrik niet, in Gilserijen, intern, allemaal hartstikke goede knullen. Ja, er waren geen dames erbij, het was allemaal nog echt een mannenwereld ook nog. En die hadden allemaal gestudeerd en moesten nog hun diensttijd doen. Hè. En toen werd ik ingedeeld als majoor. Niet sergeant-majoor, schrik niet, majoor. En dat was interessant voor mijn latere pensioentje. Ik zeg het eerlijk, daar rijd ik nu nog auto van. Het kan verkeren. Ik had me nooit uitgeschreven bij de VGZ, Vereniging van Geestelijke Verzorgers Ziekenhuizen. En ik had ook altijd wel gezegd, als het nog kan en ik geschikt word geacht en mijn gezondheid het toelaat, dan hoop ik dan nog eens ooit in het ziekenhuispastoraat een periode te werken. En toen ben ik in het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal terechtgekomen. En in Roosendaal heb ik toen ook gewoond. En daar ben ik ook een kleine negen jaar geweest. En toen kwam ik, ja, of all places, naar Sint-Tunis. En toen zei de toenmalige bisschop van Den Bosch, monsieur Hurkmans, tegen mij, Frans, je bent meer dan welkom. En toen kreeg ik eerst een aantal adressen in strikt vertrouwen aangeboden om me te oriënteren. Had ik om gevraagd, ik wil niet zomaar blind benoemd worden. Daar geloofde ik toch niet meer in. En dat hij ook niet, dat ging heel goed. En toen heb ik me op mijn manier georiënteerd. En toen ging ik deze kant en deze contraien op. En een gesprekje met de toenmalige oud-pastoor Jan Broens. Die ik niet kende hoor, ik wist helemaal niet wie Jan Broens was. En die ontving me allerhartelijkst in zijn woonadres in Boksmeer. Wat ik ook niet kende, half, amper, was er ooit geweest, maar kennen deed ik het niet. En toen had ik ook een gesprekje met de zusters, maar niet vertellen toen nog dat ik ambitie had en interesse. Toen was ik zogenaamd een toevallige passant die een beetje wilde weten hoe het hier aan toe ging. En toen met het bestuur en aldoende ging toen de benoeming door en werd ik hier aangesteld met de toezegging al meteen door Hurkmans. Sint-Tunis, Sint-Antonis, om het plechtig te zeggen, maar al snel zal Oplo en Ledeakker ook bij het pakket gaan horen.
En zo is geschied. Maar in Sint-Tunis, toen ik hier amper was, voelde ik al gevoelsmatig, ik kan me vergissen, maar gevoelsmatig toch meer een verbondenheid, sterker. Dat was, het is één dorp, als het ware, nu sinds kort dan in het land van Kuik, maar Sint-Tunis, dat straalde toch iets. Men heeft allemaal wel niet volop contacten onderling, er zijn ook, ik ken ook mensen die amper wisten wat er in Sint-Tunis gaande was. Maar ja, de moderne mensen, die werkten, ik zal maar zeggen, in Nijmegen, recreëert in Antwerpen en zijn familie woont in Lutjebroek. Ja, dan krijg je een heel ander leefpatroon. Maar het gros, als ik dat zo mag zeggen, ik wil daar heel voorzichtig in zijn, want het kan heel verkeerd begrepen worden, maar het gros is hier, dacht ik, Sint-Tunis, wel een kat uit de boom kijkend. Het heeft even tijd nodig, maar dan word je erop genomen. Of eventueel niet misschien. Maar ik heb de positieve ervaring en meer dan dat, echt waar. Ik kan niet pastor, kon niet, moet ik misschien nu zeggen, pastor zijn, los van het dagelijkse leven van mensen. Dat kerkgebouw, ja, ik heb ook mijn best gedaan om dat samen met een heel goed kerkbestuur, dat meen ik oprecht, en meerdere betrokkenen, dat natuurlijk staande te houden en te doen wat noodzakelijk was. Maar mijn hart lag veel meer bij de mensen thuis. Ik geloofde nog in huisbezoek, niet een adresse, straatje, huisnummer voor huisnummer afgaan, nee. En dat is onmogelijk, kon ik ook allemaal niet, maar dat is ook niet reëel. Maar wel de gelegenheden aangrijpen als mensen signalen gaven, vroegen, trieste dingen, ziekte, dood, noem maar op. Maar ook soms een amicaal, als het erin zat, dan maakte ik toch op de pastorie mijn eigen lijstjes. En dan, dit is dringend, dit kan even wachten, dit is leuk als het een keer mag gebeuren. En zo, ja, ik vertaal pastor zijn toch strikt meer tot, wat ik in het begin van ons gesprek zei, mensen, als het nodig is dan natuurlijk, hè, uittillen uit, hopelijk, gelukkig vind ik een makkelijk woord, maar plezier vind ik helemaal niet het goede woord, maar in een smile, en dat bebouwde ik ook in de kerkdiensten soms in. Niet bewust, altijd echt niet, want zo was ik natuurlijk, ik ben hopelijk niet de clown geweest, soms misschien wel. Maar als ik de mensen met een smile de kerk uit zou gaan, wel de kerk uit zou gaan, hè, niet binnenkomen, uit zou gaan, was ik de gelukkigste mens in Sint-Tunis. Dus gildeleden, u verplicht zich ook. Het is niet zomaar even leuk, vrijblijvend. Artikel 19 noem ik even heel graag. We houden het ontspannen, ook in deze ruimte, als het aan mij ligt. Want daar staat geschreven dat als de pastoor, lid van de broederschap wil worden, hij zichzelf moet inschrijven. Dat is gebeurd. Echt. Hij zal worden gerespecteerd en bij afwezigheid behoeft hij geen rekenschap af te leggen, daar het niet aangaat na te gaan wat een geestelijke precies doet. Ik lees voor. Zo was het blijkbaar toen. Verder meen ik ook ooit vernomen te hebben, maar ik kan me natuurlijk vergissen, zou niet de eerste keer zijn, dat er aanvullend op artikel 19 in de kleine letters, die zijn door Harm Douma en de heer Van der Brand niet helemaal meegenomen, dacht ik. Daar lees ik, meen ik, dat als de pastoor dan niet eens aanwezig kan zijn, dat hij later nog wel ruimschoots de kans krijgt om na te genieten van al het lekkers in natje en droogje wat hij gemist heeft.
zo, dat is ook geregeld. Ja, en die wereld was als het ware veel kleiner. Nu zijn we mondiale burgers geworden. We hebben de buurman als het ware, die heeft een eventueel aanhanger van de islam, is moslim. Een derde is boeddhist, een vierde is, zegt niets, maar is integender, staat in het leven dan wie dan ook. Maar dat heet dan, ik ben niks, dat is ook zo'n mooie term, hè. Geweldig als je er van jezelf durft te zeggen, ik ben niks, ik doe daar nog niet aan mee. Ik hoop nog iets te zijn, maar geloven, dat is in de diepste kern denk ik toch een vertrouwensbeleving. Maar alle dogmatiek en alle voetnoten, dat vervreemdt mensen. En ook wel een beetje, ik steek geen beschuldigende vinger uit, dat mag ik niet, dat wil ik ook niet. En ik, nee, dat is niet mijn taak. Maar ik denk wel dat we toch in een kleine nieuwe polarisatie zijn terechtgekomen. Dat we constateren, en dan blijf ik maar dicht bij huis, in onze regio breed gezien, dat de pastors, niet allen, hou me te goede, maar een enkele pastors zich vastbijten in liturg zijn en pastor zijn, ik stel een vraagteken. Ik weet het niet. En ik oordeel ook niet, maar ik constateer. En die zijn liturg, u verstaat toch het woord liturg, neem ik aan, hè? Kerkdienst, kerkdienst, kerkdiensten. Ofschoon dat ook veel minder is dan in onze tijd, want huwelijken zijn er gewoon niet meer. Dopen minimaal, uitvaarten ook bescheiden. Dus zo, je kunt het allemaal wel zwaar vertalen, maar dat is in de praktijk helemaal niet zo voor in mijn ogen. Maar die zijn liturg en geen pastor. Dan zeg ik iets te scherp en te veel. Ik neem het ook een beetje terug, omdat ik merk dat er binnen in me welt er iets op. Maar ik denk toch dat we in dat spanningsveld leven, terwijl heel veel mensen al veel verder zijn. Die hebben dat strikt liturgische, hoe belangrijk het ook kan zijn. Hou me te goed, ik heb het ook gewetensvol proberen te doen en zo goed mogelijk. Maar het is toch maar een facet. Een facet. Recent hoorde ik de bisschop van Roermond, Harry Smeets, zeggen op tv. We hebben niet een gebrek aan priesters, we hebben een gebrek aan gelovigen. Ik dacht, dat is nog eens een goede nuchtere opmerking. En daar kan ik het ook een stuk mee doen. Maar ik geloof ook wel dat we een stukje nood hebben aan, ja, dat zeg ik dan, aan echte pastors. Die turgen, ach, die zijn er genoeg. Maar ik denk wel dat er kernen zijn, die zijn er al hoor, maar je moet het wel zien en tegenkomen. En het is niet algemeen nieuws, maar hier en daar ben ik een beetje van op de hoogte, ik volg dat ook bescheiden. Hier en daar zijn er kernen, maar het is de volkskerk is wel voorbij, denk ik. Dat is geschiedenis geworden. Maar kernen van kleinere groepen, groepjes, die meer dan liturgie zoeken, geen kerkdienst, maar die zoeken ook verdieping met elkaar. En niet alleen maar diep religieus, over het leven. Over het leven. En ook niet zwaar problematisch, maar gewoon de thematiek die nu spelen. En die verdieping zoeken ze door bij elkaar te komen en bijvoorbeeld een goede leesclub die verder praat dan de titel van het boek. Een bijbelgroep die serieus niet dweept met bijbelteksten, dat kan toch niet de bedoeling zijn, hoe historisch geladen heel dat bijbelboek ook is. Maar dat men daarvoor open wil staan, wat is nu eigenlijk de boodschap? En hoe mogen wij die nu vertalen en verstaan? Want ik denk dat een vertaalslag onbedingt broodnodig is. Anders is het een boek abacadabra. En die soort groepjes zijn er. Jong en oud hoor, echt waar. Jonge mensen ook hoor. Niet alleen de ouderen met alle respect, maar ook jongen. Maar ja, niet massaal. Nou, dat ik voelde de aansluiting dan, hè, de acceptatie ook, dacht ik. Even geduld, maar even kijken en zo. En, dan, en dat het ook wederkerig is, omdat ik probeerde. Ik zal zeker wel eens een steek hebben laten vallen. Wat ik dan zou betreuren, echt, zeker als het mensen persoonlijk pijn zou hebben gedaan, dat meen ik eerlijk.
Oeh, dat zou ik dan nu nog willen corrigeren, maar ik zou niet direct concreet weten wat. Maar de andere kant, ik heb geprobeerd naar de mensen toe te gaan. Naar de mensen toe. En waar kwam dat ook in uiting? Ja, ik ben ook niet vies van een feestje, het wordt wel minder. Want ik heb nu wel eens momenten gezegd, moet ik daar echt naartoe? Want dan zit ik warm voor de opa spreekt, weet je wel. Ja. Maar, nee, grapje. Maar eerder, meen ik eerlijk, een volle acceptatie. En toen waren er ook groepjes bij carnaval bijvoorbeeld hier in Sint-Tunis. Nou, ik vind dat, als mensen, het moet niet verplichten, dan moet je me niks doen eigenlijk. Maar als mensen daarvan houden, ik gun het ze van harte. En ik heb toen mee mogen maken hoe actief, intensief, mensen daar hun tijd aan gaven en ja, noem maar op. En allerhartelijkst met de nodige fricties hier en daar af en toe ook. Dat hoort er gewoon bij, c'est la vie. Maar tegelijkertijd, men wilde niets presenteren. En toen werd ik ook nog gevraagd om ook mee te doen. En Harmen, toen werden we allemaal zwart geschilderd. Ik ben de naam nou kwijt van de dames die dat engageerden. Traden we op een, de liederenavond, of hoe heet dat, in het kader van carnaval. En dat deed ik ook mee. Nou, en als ik iets graag heb gedaan, ook in mijn studententijd, was toneel. 3 keer per jaar toneel. Voetbalveld kwamen ze me nooit tegen. Sporten, jammer genoeg, dat ben ik toch wat vergeten in mijn leven. Betaal ik nu wel eens voor, want ik krikken makkiger. En dan zegt de huisarts, ja, goed bewegen, meneer Van Spreeuwen, goed bewegen. En dan voor zijn gezicht spring ik een keer van de stoel af. En dan ga ik weer zitten waar ik kan. Maar, ik bedoel te zeggen, toneel, ja, dat deed ik juist graag. Want dan kon je mensen ook weer happy maken, hè. Na dat ondergetekende het bedrag van 50 euro had voldaan, werd door 1 uur, bestuur, de mededeling gedaan dat de contributie voor 65-plussers lager zou zijn dan die 50 euro. En ik ben toevallig 66 geweest. Ik heb nog niets teruggezien. Wat die foto in de bergen betreft, ik offer. Ja. Ik offer 8 snipperdagen op. Om te kijken of een hoogtestage voor Bruins een aanvulling kan zijn op zijn prestaties. Hoogtevrees hebbende, hè, vraag ik Jolanda om mee te gaan, om het te begeleiden op die kwelling. En het is echt geen pretje, meneer Pastoor, om 8 dagen in de sneeuw te staan, met de zon op je hoofd, ja, op te skiën, ja. Nee, dit heb ik gedaan in belang van de vereniging. Zo is het. En die naaktfoto, meneer Pastoor, dat valt allemaal wel mee. Trouwens, naaktfoto's van wie dan ook van het bestuur, die zijn niet schokkend en zijn eerder verzamelobjecten. En zeg nou zelf, hè, want wij hebben ook eens rondgekeken. Wij moesten vroeger biechten bij een bepaald persoon. En die zag er zo uit, dat is toch ook niet geloofwaardig. Ja, dan heb ik ook, nog ooit komt dat ter sprake hoor. En dat zijn ook mensen hier in Sint-Tunis die dan ook een beetje die kar trekken. En mij ook vroeger natuurlijk. En dan het woord geestelijk adviseur, daar kun je ook alle kanten mee op, behalve de goeie. En dus, ik was ook weer te vinden, want zoiets sprak mij wel aan. En als ik dan zo zat, heb ik weer of het nou een café, kroeg of kerk was. Als je dan mensen zag, ja, je moet dat uitleggen. Dan zie ik, daar ben ik ook wel misschien extra gevoelig voor. Maar als je dan die smile op die gezicht ziet, omdat, ja, dan zijn we er. Ik heb eens een keer, mag geen reclame maken, de mensen zitten ook niet meer in die zaak, een menukaart aan de achterkant mogen schrijven op verzoek. Wat is nou het verschil tussen een pastoor en een kelder, of een ober, of een cafébaas, of hoe noem je dat? En toen, of wat zijn de overeenkomsten, sorry, wat zijn de overeenkomsten?
En toen ben ik daarop ingegaan. Daar ben ik wel even voor gaan zitten achter mijn computer. En toen kwam ik tot de conclusie. De passie die ik nog altijd voor ogen heb. Dus even los van de zakelijke kant. Dat is een horecaman. En ja, zo koppel ik dat. Een pastor, als u begrijpt wat ik bedoel, Theo. En dan bedoel ik ook kunnen luisteren. Nu praat ik heel veel, maar ik hoop dat ik toch ook op zijn tijd kunnen luisteren. Kunnen zien, kunnen zwijgen. En ik denk ook wel een beetje dat liturgisch. Ik kijk ook heel vaak op tv, ja, dat doe ik echt. Ook wel integer dat ik het toch wil om een beetje niet alles te laten verwateren. Ook voor mijn privé. En ook een beetje, ik ben ook natuurlijk belangstellend nieuwsgierig hoe ze het presenteren. En soms, echt waar, raakt het me ten goede. Maar soms denk ik ook, het is een ingevroren pakketje die uit de diepvries is getrokken. Dat wordt weer ontdooid en dan kunnen we het dan weer een uurtje mee doen. En dan ben ik totaal niet happy mee. En u begrijpt, vanwege de Spaanse gasten in ons midden, ik heb het u aan het begin niet durven zeggen, nu gaan we de dienst helemaal overdoen, maar dan in het Spaans. Dus u bent onder de pannen gelopen.